Een fietser is maandag aan het eind van de middag tijdens het oversteken van de Rijksstraatweg bij Tietjerk aangereden door een lesauto. Het niet correct werken van de verkeerslichten is mogelijk de oorzaak. De fietser kwam door de botsing ten val en raakte gewond. Het slachtoffer is na behandeling met onbekend letsel met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden vervoerd. Een toevallig passerende ambulance was gestopt om eerste hulp te verlenen. De patiënt die werd vervoerd is even later alsnog verder vervoerd. Het personeel van een traumahelikopter assisteerde het ambulancepersoneel. De politie heeft onderzoek verricht naar de toedracht van het ongeval. Hierbij werd ook geconstateerd dat de verkeerslichten niet iedere keer lang genoeg op groen blijven staan om als fietser veilig te kunnen oversteken.